toen ze begonnen met graven. Dat komt mooi uit. Ja. En dat is dinsdag kapot gegaan, ongeveer een week. Ja. De scheurtjes in de dijk, dat is vooral deze scheur die je hier ziet en nog een scheur die een beetje erachter zat, die kon je heel goed zien. Ook al in de vroege ochtend al, 7:00 al met een zaklamp. Dus als je op dat moment had gewild, had je nog met eventueel water terugzetten in de ontgraving of iets anders, had je dat nog wel kunnen stabiliseren wederom. Hieronder zit een drain en die zit als het ware, die loopt onder de dijk door. Die is blind over het eerste deel, maar over dat deel is die open. Dus sluiten we deze bufferbak op aan en dan kunnen we het water onder vrijval rustig in de drain laten stromen. Daarmee infiltreren we die zandkern en daarmee simuleren we het opkomende rivierwater, zeg maar. En het werkt eigenlijk hartstikke prima, dus dat is ook iets wat voor de blauwe dijk exact hetzelfde gaan doen. Dat is het plateau waar straks de heistelling op komt te staan, die het damwandscherm moet brengen. Het damwandscherm komt een halve meter uit deze piket, die komt hier te staan, als damwand. Dan wordt dit nog zeg maar 1,30 meter opgehoogd achter de damwand met zand, dat zand komt daarin. Dan gaan de containers er weer op en dan gaan we het bassin gaan we vullen met water. We gaan dit weer afgraven en op die manier gaan we deze proef kapot maken. Hier zie je nog de meetopstelling die ook aan de overkant stond, zeg maar, oorspronkelijk. Met drie rijen hellingmeetbuizen, watersparingmeters. Die hellingmeetbuizen worden vervangen door SAAFs. En SAAFs dat is een elektrische meting van de horizontale deformatie in de ondergrond. Op die piketjes die er staan, daar komen ook nog extra SAAFs staan, halfwege de luut. Want deze heeft twee infiltratiemogelijkheden. We kunnen het zandscherm onder de luut infiltreren met water. En we kunnen het zandscherm achter het damwandscherm infiltreren met water. En deze gaan we kapot. Deze gaan we sturen door eerst hier te ontgraven, gefaseerd. Dan we 15 meter breed en 2 meter diep. Die was 20 meter breed, 1,5 meter diep. Het water hier achter rustig op te laten zetten achter de damwand tot ongeveer 4 meter plus NAP. Dan hebben we ongeveer bovenkant bassin bereikt. We gaan het bassin vullen, containers vullen en dit infiltreren. En eventueel, als dat allemaal niet genoeg blijkt te zijn, kunnen we altijd nog het water in de ontgraving helemaal wegpompen. En dan komt die geheid onderuit. Maar deze manier hebben we echt wel een behoorlijke marge tegen bezwijken. Want het is misschien wel aardig om te weten, hij heeft daar toch zeg maar, de relatief stijve kant van het hele verhaal gevolgd als het gaat om sterkteparameters en stijfheidsparameters. Dus je hebt toch relatief vrij weinig deformatie als hij begint met breken. Nou, dat verwachten we hier ook en dan moet hij toch wel alle stappen van de proef doorlopen om het kapot te maken. En dat is toch wel heel stuk sterker met die damwandplanken erin. Die damwandplanken liggen daar, daarachter liggen ze. Een gestaffeld profiel met drie trippelsplanken aan elkaar vast. Van 17 meter lang en dan eentje ertussen van 9 meter lang. En zo gaan we bouwen hem op, zeg maar. Die staffeling zit erin dat op het moment waar hij door moet gaan buigen ongeveer het halve capaciteit van het damwand te hebben, omdat hij helemaal is gestaffeld. En daarmee krijg je gewoon makkelijk kapot. Dus. Als we deze gaan infiltreren, dan blijft dat droog, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk nu, dan moeten we al verliezen op de steun van de groene dijk, zeg maar. Ja. En verwachten we een beetje dat het bezwijken 13, 14 maart plaats gaat vinden. Als we het proefschema kunnen doorlopen, dat als alles gaat zoals het gaat. En als alles gaat zoals het daar gaat, is dat ongeveer.